Hi, goedemorgen, middag of avond of nacht. We zijn bij de volgende dag van de Fragment of Your Imagination. En vandaag tekenen we de S9 van Stephanie Jennifer. En dat is een tangle, maar die gaan we nu omvormen naar een fragment. En er is gekozen voor een vierkante. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen. Ik denk dat ik het leuk vind om even hier voor mezelf een soort van stringachtig iets te tekenen. Even kijken, waar is mijn 1? Hier is die. Nou, het is een zaadje. Dus ik teken hier een zaadje. Dan doe ik hier een zaadje. En hier een zaadje. Nou, en dan gebeurt er van alles. Dan gaat er vanaf hier gaat er een rand. En dat gaat dan zo naar beneden. Dus hier zo naar beneden. Zo. En dan gaat deze natuurlijk zo. Zo. En dan vanuit deze kant gaat er dan ook weer zo. En dat ziet er natuurlijk wel heel grappig uit. Hier niet zo heel veel ruimte. Zo. Nou, en dan heb je nog ruimte om deze op te vullen. En ik heb deze nog nooit gedaan en ik vind hem eigenlijk wel heel grappig. Ik vind ook het voorbeeld grappig, dat volg ik ook een beetje. Omdat, ja, het is toch wel prettig als je hem nog nooit gedaan hebt. En ik moet ook altijd sowieso altijd een beetje wennen aan nieuwe tangles. Dat ga ik een paar keer doen. En dan ga ik kijken of ik er inderdaad verliefd op kan worden of niet. Zo. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze vindt. Ik denk dat ik wel even het potloodlijntje een beetje weg ga halen. Zo. En even kijken, ik ga ook een klein beetje schaduw. Zo. Ik vind de kleur heel erg leuk van de tuil. Echt dat bright orange. Ik zie dat hij op de film er wel iets anders uitziet. Maar dat maakt niet uit. Wat mij betreft is die klaar. Ik ga mijn naam op de zijkant zetten. En ik ga even op de achterkant opschrijven welke deze is. De S9. Dag 25. Fragment of Your Imagination Challenge. 2024. En dan wil ik jou bedanken voor het meekijken. En zeg ik tot de volgende video. Hele fijne dag. Doeg!